de slimste mens ter wereld. Wie weet dat een hitsig paard niet veelvuldig vrijt, maar paard, maar ook dat je een hermafrodiet beter niet vraagt naar zijn ware aard. Eén ding is zeker, het is niet hoedelenwachters. Na 8 keer naar huis, ik kan het nog altijd niet geloven, zat waarschijnlijk op weg naar hier een wesp te veel opgesnoven. Is het dan misschien Dalila Hermans? Haar 4e keer, ze blijft hier goed scoren. Benieuwd of we misschien vandaag haar vreselijke zangstem zullen horen. Of is het Jens den Donker? Goedelen naar huis gespeeld, dat is goed begonnen. Ik had niet anders verwacht van iemand die de Comedy Kip heeft gewonnen. Zij worden uitgedaagd door Stijn van de Voorde van Studio Brussel. Veel van zijn collega's hebben het hier al goed gedaan. Het is hier wel tv en geen radio. Ik hoop dus dat hij een broek heeft aangedaan. Welkom bij de slimste mens ter wereld. Dag Dalila, dag Jens, dag Stijn. Welkom. Eerste vraag, voel je komen, denk ik. Zou jij de slimste mens ter wereld kunnen worden? De kans is enorm klein. Ja? Omdat ik Jens bijvoorbeeld, ik dacht altijd dat hij niet zo slim was. Ja? Maar toen hij donderdag op legendarische wijze dingetje naar huis speelde. Allee, maar daar... toen... Allee, ik zou het een keer zijn. Van... Ja, Nee, je denkt dan... Want nieuws. Nieuws. Toen dacht ik, amai, ik wil er niet tegenuit komen in de finale. Ja. Ik las ook een uitspraak van jou, ik citeer. Ik sta bekend als een moeilijke eter, omdat ik nog minder lust dan Erik van Looy. Ja. Ja, is het echt zo erg, Stijn? Ja, ik moet zelf zeggen dat er ook net met Siska Schoeters een soort van weddenschap is afgesloten. Als ik niet door de eerste geraak, wat dus best zou kunnen, dan moet ik een bord opeten met een maaltijd die zij zelf gekozen heeft. Weliswaar bestaande maaltijd die ik kan kopen, maar bijvoorbeeld een pot mosselen, dan een ramp voor mij. Of, dat eet je niet? Nee, ik eet eigenlijk geen vlees, ook niet vis. Ook geen rijst, niet uit principe, maar ik krijg dat niet echt binnen. Het is niet dat je geen dieren eet of geen... Ik eet wel geen dieren, maar niet uit principe. Gewoon, maar je lust geen dode dieren. Omdat je niet zo graag... ik moet dan denken aan dat ik een stuk uit die koe moet bijten, bijvoorbeeld. Ja? En ik zou, als die leeft, vind ik dat eigenlijk even onsmakelijk dan als die dood is. Ja, dus oké. Okay. Alleen is die, ik wilde zeggen, alleen is die dan warm, maar eigenlijk een koe is van nature ook gewoon warm, want die zal ook een lichaamstemperatuur. Dus... Ja. Jens, heb jij er last van zo'n dingen dat je, van veel dingen die je niet lust? Dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee, ja. Ja, nee. Maar mijn lief is wel vegetariër, dus moet ik zo soms me er wel een beetje naar schikken. Ja. Maar alleen, ik had de chance dat mijn lief is, van, moet hij zelf pragmatisch vegetariër noemen. Dus die eet nooit vlees, behalve wanneer dat het vlees afkomstig is van een diertje dat ze zelf heeft aangereden. Dus ja. Ja, nee, ja, dat kan gebeuren, hè. Dalila, soms gaat hij maar een notte naar de kinderboerderij voor een heel jaar. Ja, ik heb het ook al zelf aan me proberen te manipuleren, maar het is moeilijker dan gedacht om een varkens 700 kilo aan te rijden. Zeker met een mountainbike. Ja. Nee, Dalila, eet jij alles? Ik ben een heel gemakkelijke eter, maar mijn man is ook vegetariër en ik ben zo aan het afbouwen. Ja? Dus dat beeld van die koe gaat helpen. Ja, dat is wel een vreselijk beeld nu. Ja. Stijn, ben je zenuwachtig? Je lijkt iemand die nooit zenuwachtig is. Ah, jawel, jawel. Dus van binnen ben ik nu vulkaan, hè. Echt waar? Maar er zit een dikke korst rond op het ogen. Ja, ja. Vaar valt nog mee. Ja. Ja. Maar soms moet er maar een klein gaatje zijn en dan krijg je een gijster. Laat u een gijster zetten, hè, kameraden. Een dienstbeloof. Nee. Jens, jij hebt hoedelenwachters naar huis gespeeld. Ja, ja. Dat zal ik je nooit vergeven, natuurlijk. Ja, nee, knap gespeeld. Maar ze komt nog terug, hè, Hoedelen. Dus... Ze komt nog terug, zeker. Ja, acht deelnames is fantastisch gespeeld. Maar je speelt wel iemand naar huis die onklopbaar leek. Ja. Heb je nu het gevoel dat je iedereen kan verslaan? Nee. Het was waanzinnig spannend. Het heeft dan een zijden draadje gehangen op het eind. Dus ik denk dat ik heb kunnen profiteren van het enige heel kortstondige zwakke moment van Hoedelenwachters in 8 afleveringen. Je hebt het goed gedaan, ja. Ja, het programma doet het ook goed op VTM, hoe zal ik het zeggen? Ja. Verborgen camera. Ja. Ja. We moeten uitkijken. Ja, ik ben echt bang. Sinds ik dat programma zeg, ben ik echt bang. Ja, maar moet je schrik hebben, want iedereen denkt dat. Dus overal dat ik nu kom, is van... Dat is voor een boodschap, hè? Ja. Hij wil iets zeggen, hè? Ja. Ja, we zullen zien. Dalila, voor jou is de 4e aflevering. Ja, zat, hè? Ja.
Prachtige jurk trouwens ook. Een soort killer jurk eigenlijk. Hè? Ik heb dat speciaal gekozen voor vandaag. Waarom? Ik heb het gevoel dat ik het nodig heb. Serieus, ja? Ja. Dus je trekt de jurk aan, maar je denkt, met zo'n jurk kun je niet verliezen? Of, voilà. Dan laat ik op zijn minst een indruk na. Ja, ja, ja. Prachtige jurk, toch, Ayent? Ja. Nee, ga je ook in deze aflevering trouw blijven aan je principe? Namelijk, ik wil niet zingen. Ik wil al 4 afleveringen niet zingen. Nee. Maar ik begin schrik te hebben dat hoe langer ik volhoud dat ik niet wil zingen, hoe meer mensen gaan zeggen dat ik moet zingen. Dus misschien, als ik vanavond nog eens een keer het goed doe, dan komt er aan het einde, zal ik een soort van vreugde liedje zingen. Okay, ja. Maar alleen als ik het goed doe. Anders hou ik de eer aan mezelf. Ja. Ja. Het wordt tijd voor onze jury. Ze zijn de kerst op onze taart, het hout in onze haard. Kortom, de 10e stempel op onze klantenkaart. Hier zijn Wim Helze en lacht met alles, maar niet met zijn baard, Jonas Geirnaert. Dag Wim, dag Jonas. Zien jullie het zitten voor vanavond? Ja. Absoluut. Ja. Voorbereid ook. Voorbereid, serieus? Ja. We zitten hier natuurlijk ook als humorist. Ja. Dus we gaan grapjes maken waarschijnlijk. En het gevaar is altijd dat een grap kan mislukken. Ja. Als er niet om gelachen wordt, en dat is pijnlijk. Ja. En ik heb mij daarop voorbereid. Ik ben naar een tattoo shop geweest. Ja. En ik heb aan de binnenkant van mijn oogleden een lachend, schaterlachend publiek laten tatoeëren. Dus heb ik net een topmop gemaakt. Daar lach ik zelf ook aan mee. Ja. En waar gaan jullie speciaal op letten dan? Vooral dat het bondig blijft als het over onszelf gaat. Ja. Van, hè? Omdat, dat is het enige dat ik mij op voorhand een beetje zorgen in maak. Omdat, we hebben al in de jury gezeten en we krijgen vaak reacties van kijkers. En heel veel mensen zeggen van ja, we vinden het wel leuk als jullie in de jury zitten. En mooi om naar te kijken. Om naar te kijken. Maar je hebt alle twee de neiging om soms de zaken nogal omslachtig te vertellen. Breedvoerig te zijn. Breedvoerig te zijn enzovoort. En dan, dat mensen zeggen van, dat zijn dikwijls ook zaken die A, niet eens interessant zijn, B, veel korter kunnen vertaald worden, en C, die niet echt ergens naartoe gaan. En daar... Ze missen een pointe. Ze missen een pointe, dat was... En daar hebben wij heel veel met elkaar over gebabbeld op voorhand. En toen zei Wim, die belde mij op een gegeven avond op. En hij zei tegen mij, ik heb een boek gevonden, gekocht eigenlijk in de boekenwinkel. Nee, niet in de boekenwinkel. Besteld, ik heb het alleen nog maar besteld. Online besteld. Mm-hmm. Ja. Een boek online besteld. En dat is een fantastisch boek, dat kan ons heel hard helpen. En dat boek heet Hoe op een interessante en bondige manier anekdotes vertellen die ergens naartoe gaan. Ja. En Wim zei van, als we dat boek samen lezen, dat zou ons te goede komen voor als we in de jury moeten zitten. Ja. En ik zei direct van, ja, dat is goed, ik kom er om. En dan ben ik naar Wim gegaan om dat boek te gaan halen. Ja. Met de bus, want de auto moest in onderhoud. 75.000 kilometer. En dan heeft Wim dat boek gegeven. Ja. En ik ben dat vergeten op de bus. Dat is de pointe. Ja. Dus we hebben het alle twee niet gelezen. Iets anders dan. Wat verwachten jullie van de kandidaten? Ja, dus het gaat heel spannend worden sowieso. En ik denk, dat is natuurlijk een domme opmerking, want dat geldt voor elke quiz. Maar heel veel gaat afhangen van de vragen. Als er alleen maar vragen zouden zijn over het schrijven van boeken of opiniestukken of autobiografische verhalen, dan wint Dalila met de vingers in de neus. Als er alleen maar vragen komen over de opbouw van een podiumgrap of de geschiedenis van comedy in Vlaanderen, dan wint Jens op zijn dode gemak. En als er alleen maar vragen komen over hoe het voelt om een multigetalenteerd sekssymbool te zijn waar alle vrouwen en mannen in het publiek een moord voor zouden begaan om al was het maar één nacht de lakens mee te delen, dan wint Dalila weer dus. Dus ik hoop voor Stijn dat de vragen wel gevarieerd gaan zijn. Dat eigenlijk ook. Ja. Nee, Jens is een collega van jou, Wim. Vind je het een goede comedian? Ik heb Jens 2 of 3 keer zien spelen, denk ik. En ik heb daar toen telkens enorm van genoten. Dus ik vind Jens een heel goede comedian. Ja, dat is goed. Ja. Dat is geen grap, maar dat is wel zijn mooie woorden, hè, Jens? Ja, amai. Ja. Ja. Komen we van zo iemand? Allee, Stijn zou er ook kunnen zijn. En dan denk ik, maar van Wim komende... Ja, het is mooi. Ja. Ik ga 60 seconden uitdelen aan ieder van jullie. Dat is jullie startbedrag en verdiend bijkomende seconden per goed antwoord. Je hebt je nodig in het spel, mogelijk ook in de finale. En we beginnen met 3, 6, 9.
De slimste mens weet dat een speleoloog graag grotten verkent en dat je bij gemengde wijn spreekt van een blend, maar ook dat de oermensen hoogstwaarschijnlijk nooit mammoetsaus hebben gekend. 15 vragen, wie juist antwoord blijft aan de beurt en elke derde vraag levert 10 seconden op. Stijn, ben je er klaar voor? Ik hoop het, ja. Nu word ik wel zenuwachtig. Ah, dat is goed, dan zal het goed gaan. Ja. Onze Vlaamse minister van Sport, Werk, Economie en Innovatie zit nog lang niet aan zijn plafond, maar hij zag het begin dit jaar wel bijna op zijn hoofd terechtkomen. Wie is hij? Je ziet hem ook op de foto. Dat is minister Muiters. Minister Muiters, Philippe Muiters, inderdaad. Weet je wat er gebeurd was? Ik denk dat er een vijs losgekomen was, denk ik. Ja, dat klopt. Een bevestiging van het Gyproc-werk. Zou het kunnen dat dat was. Maar als je dat allemaal weet, als je weet zelfs dat dat van jou is logisch. Ja, maar hoe kwam het dat die vijs is losgeraakt? Wel, dus het bureau boven hem zat Maggie de Blok. Nee. Zijn jullie ooit op het nippertje aan een ramp ontsnapt? Ik niet, maar ik heb wel een onkel. Ja? Onkel Werner, die stond ooit op het dak van een brandend gebouw. Ja? Op de tweede of derde verdieping, ik weet niet. In elk geval, hij moest daar afspringen. Ja? En die heeft vlak voor hij de grond heeft geraakt een bijna doodervaring gehad. Ja? En vlak daarna was hij dood. Wat een mooi verhaal. Dank je. Ja. Bij mij doet die foto van Philippe Muiters van dat Gyproc-plafond dat niet genoeg bevestigd was, doet mij heel hard terugdenken aan mijn kindertijd. Eigenlijk. Ja? Ja. Hoezo? Omdat ik als kind ook veel bevestiging nodig had. En mensen zeggen dat ik dat nog altijd heb, maar ik weet niet, vind jij dat ik veel? Valt goed, hè. Vraag 2, Stijn. Dat is een vraag over cultuur. Welke stad aan de Spaanse kust die elk jaar 4 miljoen toeristen lokt, heeft bij UNESCO een dossier ingediend om werelderfgoed te worden? Malaga? Nee, niet Malaga. Jens? Barcelona? Nee. Je zoekt het... Nee. Dalila? Valencia? Nee. Zelfs niet. Ja, het is Benidorm. Ja, klopt, echt waar. Vanwege de architectuur. Ja, die hebben... Het is wel bijzonder, natuurlijk. Ben je er al eens geweest in Benidorm? Nee, maar ik heb al heel mooie foto's gezien wel, in Benidorm. Van de mensen en de gebouwen. Zijn het de mensen die UNESCO werelderfgoed worden of de gebouwen? De gebouwen. Ja, en de mensen. Dat is ook terecht, denk ik. Ja. Vraag 3 voor 10 seconden, Stijn. Dit zijn Frances en Luis Padilla. Zij gaven destijds toestemming om hun huis te gebruiken in de tv-serie Breaking Bad. In een van de afleveringen gooit de hoofdpersonage Walter White iets op het dak. En sindsdien zijn er tal van fans die dat ook komen doen. Wat smeet Walter White op het dak? Ik geef nog een tip. God. Een stoomlocomotief is te zwaar. Maar ik heb die reeks volledig gezien. Ja, maar ik ben het vergeten. Ik zou dan toch een gok wagen. En zoals je thee, een bord spaghetti? Nee, niet een bord spaghetti. Nee, het was een gelaagde tip. Er zat nog een laag in die tip. Jens. Pap. Nee, geen pap. Dalila. Pizza. Pizza. Ja. Maar het was inderdaad, ik deed de pena en dan eten, hè. Het was... Tip, als Erik een tip geeft, echt zo doen. Nee, wist je het zo, Dalila? Ja, ik wist het. Ah, je wist het zo. Ja. Nee, ja, ik weet het, omdat ik had gelezen dat die mensen nu inderdaad constant pizza's op hun dek vinden. Ja, die hebben last van pizzagooiers, hè. Ja. Vraag 4, Dalila. Breaking Bad is maar één van de verleiders. Maar hoeveel procent van de Netflix-kijkers pleegt systematisch overspel? En daarmee bedoel ik hoeveel procent kijkt stiekem verder naar een serie zonder zijn partner? Wie het dichtst bij is van jullie drie die wint. 62. 62 procent. Stijn? Ja, 75. 75. Jens? 76. Nee, het is 48 procent. Dat is het dichtst bij. Ik vond dat al veel. De helft van de kijkers die kijken dan verder naar die serie zonder dat je dat tegen je partner vertelt. Als het een vrouw doet, dan spreek ik van een sletflix. Zegt. Ja. Ja? Nee? Dus, ik ben geen sletflix. Geen sletflix. Nee. Nee. Doe jij dingen zonder dat je man het weet? Niks. Nooit. Nee? Nee. En mocht dat zo zijn, dan komt het... Waarom lachen ze zo hard? Ja, ze lachen wel heel hard. Dat is jouw man, hè? Die lacht neem ik. Ja. Nee. Jens, doe jij wel eens dingen zonder dat je partner het weet? Nee. Nee?
Nee, ik durf dat niet. Ik geef dat eerlijk toe. Als ik al een keer iets doe dat ze niet weet, dan biecht ik het alsnog op. Ah. Dus ik durf dat niet. Dat is, heeft ze nog nooit ontmoet, hè. Maar nee, ik doe dat niet. Nee, doen jullie dat wel eens, zoiets doen, zonder dat jullie partner het weet? Hier nu zitten. Ja? Mijn vrouw is nu niet thuis en die denkt dat ik op de kindjes zit te letten. Ja. Maar die sliepen, dus. Ah, ja. Is er iemand bij de kindjes? Niet? Ik ging bij de kindjes zijn. Maar wie is er nu bij? De kindjes zelf. Blijf daar, hè. Okay. Anders krijgen ze straf. Ja. Vraag 5, Dalila. Niets zo lief en aandoenlijk als een baby die zijn eerste woordjes zegt. En als vader wil je natuurlijk dat je kind zo snel mogelijk papa zegt. Dat is waar. Hè? Kenny, can you say daddy? Wat is na mama en papa het meest voorkomende eerste woordje bij Vlaamse baby's? Met dank aan Studio 100. Boomba. Boomba, inderdaad. Je twijfelde nog aan iets anders? Of, Ja, omdat bij mijn kinderen was het niet Boomba. Maar... En wat was het dan bij jouw kinderen? Mijn zoon is heel snel beginnen praten. Op 7 maanden zei hij mama. En daarna zei hij bal en bus. En dat heeft hij 3 maanden constant gezegd. Bal, 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 bus. Ah, bal, bus, ja. Ja, daar werd ik helemaal gek van. Jens, jouw eerste woordjes, weet je het nog? Ook bal. Ja. Heb jij kinderen trouwens, Jens? Nee. Ja. Dat zou toch een heel slecht idee zijn. Nee. Waarom? Ja, ik ben niet echt in staat om voor mezelf te zorgen. Hè. Is dat zo? Geloof het of niet, maar dit is een team effort. Hè. Dat is, ik word echt in leven gehouden door een professioneel team. Hè. Meen je? Ja, ik kan dus niks zelf koken. Ik weet zelf mijn eigen kleren niet leggen thuis. Ja? Nee, ik ben nu iets aan het overdrijven, maar ik kan echt niet voor mezelf zorgen. Ik ben echt heel triest geval op dat gebied. Ja, eigenlijk ook niet. Ik kan wel autorijden. Dat kun jij niet. Van, je mag niet. Ah, is nu beginnen stoeven dat we gaan beginnen? Boomba. Brengt ons bij vraag 6. Dalila, cryptische raadseltjes, daar zijn we fan van. Hè? Welke Belgische muziekgroep klinkt alsof je aan je moeder zegt dat ze van zender moet veranderen? Zapmama. Zapmama, inderdaad. Hè? Was niet gemakkelijk. Was het een moeilijk raadseltje? Safari, eens dat ik zappen... Dan kwam er Zapmama, goeie muziek. Maridon, mooie muziek te huis staan, Zapmama. Dat is heel mooi in zijn genre. In zijn genre, wereldmuziek, hè? Ja. Ja. Hou je er niet zo van? Jawel, maar het is wel echt een genre, bedoel ik. Ja. Vind jij het mooi, Jens? Ja. Je kent het niet. Ik ken het niet. Nee, maar dan zegt je beter ja. Ja. Misschien moet je dat even nog een keer doen. Ja. Hou je van Zapmama, Jens? Absoluut, ja. Wat vind je het beste nummer? Dat van... Dat is inderdaad een heel goeie. Ja. Hey. Vraag 7, Dalila. Er wordt vaak lacherig gedaan over tuning, maar alweer blijkt dat we nog veel kunnen leren van Johnny's. Kijk naar de foto. Een spoiler als picknicktafel visionair. Als je in je garage zowel een A5 als een Q3 en een R8 hebt staan, van welk automerk ben je dan grote fan, Dalila? Ik ga gokken, want ik weet het echt niet. Audi? Audi, ja. Oh. Dus, ja. Ja. Ik ken niet veel van auto's. Nee, ik rij ook niet met auto's. Ik heb geen rijbewijs. Dus... Ook al niet? Ja. Ah ja. Met wat rijd jij, Wim? Citroën. Citroën? Een zwarte. Ah, dat is goed. Ja. En... ik heb hem daarnet moeten herzetten. Ook. Zwaar. Hè? Waar stond u dan? Kwam iemand... Ja, ik weet niet. Hij stond op de juiste plaats, maar niet in het vak. Ah. Dat zeggen. Je stond op 2 vakken waarschijnlijk. Op 3 vakken. 3 vakken. Vraag 8. Dalila, als het brandt en de heldhaftige brandweermannen komen eraan, dan wil je natuurlijk helpen door het hek al even heldhaftig open te breken. Pino, que están en el bosque atrás. Claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder bombero. Hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación. El carro está por un costado, aún no puede acceder. Y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas. Pero las llamas siguen propagándose. ¿Por qué? De brandweer rukt het vaakst uit voor een brand, uiteraard, of voor een ongeval. Maar wat komt er op de derde plaats? Zo, katten die ergens vastzitten, dieren. Het heeft met dieren te maken, maar niet met katten. Dat is niet goed. Stijn. Wespennest? Ja, klopt. Ja.
Je zegt dat zeer gedecideerd. Ja, ik ben daar tegen. Tegen de journalisten, ja. Jens, heb jij de brandweer al eens te bellen? Nee, bij mij weet ik niet eigenlijk. Nee. Wespennest? Nee, nog nooit gehad. Nee. Niet bang van wespen? Jawel, zeer. Ja. Ga je lopen of blijf je eerder rustig? Ik blijf altijd heel rustig lopen, doe ik sowieso nooit. van de wespen? Nee. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Nee. Hebben jullie de brandweer al eens moeten bellen? Nee, maar bij ons in Torp, er gebeurt op dat vlak heel... De brandweer moet eigenlijk bijna nooit uitrukken. Het enige dat ik mij nog herinner is, een jaar of drie geleden was er een... Het brandalarm was afgegaan in de pornovideotheek in ons dorp. Ja. En toen zijn ze met een man of tien ter plaatse gekomen, maar bleek dat het vals alarm was. En dus ook al het pornografisch materiaal was intact gebleven. Ja. En na een uur of twee was de brandweer uitgerukt. Vraag 9. Voor 10 seconden. Stijn, ook als festivalorganisator kun je maar beter je mails even nalezen voor je ze verzendt. Want stel dat je plots deze Finse heavy metal band op je podium ziet verschijnen in plaats van de Nieuw-Zeelandse popzangeres die je verwachtte. Welke letter heb je dan fout getypt? Wat is de Lordi is niet Lord. Dus de vraag was... Ja, welke letters heb je dan verkeerd getypt? De I heb je dan... In de plaats van een... De E. Ja, klopt. Het is Lord en Lordi. Ja. Eén van beide goed? Of, In een genre. In een genre. Alweer. Ja, in een genre. Word jij wel eens verward met iemand anders? Is er al eens gebeurd? Wat is gebeurd? Dat iemand dacht dat ik John Macker... Sommige mensen denken op John Macker. Klopt. Ja. Lijk. Ja. Jens, word jij wel eens met iemand verward? Ja. Met wie dan? Met Benny van het geslacht de Po. Nee. Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar. Dat is geen zwans. Heel veel mensen hebben... Ja. Ik ben al meer aangesproken geweest als Benny dan als Jens in de afgelopen 4 jaar. Ja. Olé. Ja. Ja, dat zal nu veranderen. Hè. Ja. En heb je Benny ooit ontmoet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En ik hoop dat Iwijn Segers ook... Dat zie ik ook wel. Ja, ja, maar Iwijn Segers ziet er meer uit alsof dat met mij nu 10 jaar lang heel erg slecht gaat. Dat is lang geleden. Ja. Worden jullie wel eens met iemand verward? Ik met Harrison Ford. Ja, echt? Ah ja, neem maar. Ja. Profiel is... Ja, klopt. Ja. Indiana Jones. Ja. Ja. Nee, ik zie het. Ja. Nee. Over naamsverwarring van artiesten trouwens. Ik moest eraan denken. Herman Schuurmans heeft dat ooit voorgehad. Ja. Dat hij door zich te mistypen in de naam van een artiest stond in één keer Natalia op het podium van Rock Werchter in plaats van de artiest die hij had... Willem boeken. En wie was dan de artiest? Foo Fighters. Alle letters mistypt. Behalve de T. Behalve de T, ja. Vraag 10. Stijn, opvallend nieuws uit de wielerwereld. Wat mogen de renners van de Vlaamse ploeg Sport Vlaanderen Baloise absoluut niet hebben? Als ze er toch eentje hebben, moeten ze een andere ploeg zoeken. En je kunt het hier zien vandaag. Niet altijd, maar vandaag wel. Als ze het hebben, moeten ze het afgeven. Dan moeten ze een andere ploeg zoeken. Dan moeten ze een andere ploeg zoeken? Ja. Dus als je dat hebt, kom je niet in de ploeg. Lang haar? Je zoekt het in de juiste richting, maar het is niet goed. Jens? Een snor? Geen snor. Dalila? Een baard? Een baard, ja. Baard willen ze niet. Enfin, de ploegleider Walter Plankaerts zegt, ja, coureurs staan niet met een baard. Omdat hij vindt dat onhygiënisch. Dat is smerig ook eigenlijk, hè, zo'n baard. Ja, ik... Ik heb hier om een of andere reden een beetje het gevoel dat ik hier het mekpunt van spot. Ja, maar ja, het is die vraag. Ja. Dat is effectief, hè. Die mogen niet... Allee, onhygiënisch, was er dan nu onhygiënisch aan? Blijft er niet veel eten in hangen en zo? Alleen als ik dat daar bewust zelf steek. Hè. Ja. En dat is nooit voor langer dan een paar minuten dat ik daar niet in kan bewaren. Ik had vroeger een tante met baardvorming. Serieus? Echt waar. Tante Rita. Ja? Gruwelijk, lelijk, enorm. Lieve, heel lieve vrouw, maar heel lelijk. Echt, heel, die is dood, dus ik mag dat nu zeggen. Hè. Ja. Enorm lelijk, gruwelijk, geweldig. Eigenlijk zou je er als kind onder de 12 jaar niet mogen naar kijken. Eigenlijk. Nee. Dus die baardvorming was zelfs nog niet het ergste. Het ergste was, die had een enorme neus. Ja. Niet alleen breed, maar ook echt heel lang. Ja. Gruwelijk. Als je die op haar twee wangen wou kussen, waren ze sneller als je langs achter. Sorry, tante. Nee, Jonas, jij hebt een baard. Ja, daar heb ik spijt van gehad al.
Ja. Omdat dat de reden is dat ik uit de wielerploeg Sport Vlaanderen wel laat. Goed, vraag 11. Dalila, het waren dit jaar moeilijke tijden voor mensen met groene vingers. Of toch volgens de krant De Standaard, want die bloklettert puntje, drama in Vlaanderen. In één maand tijd was alles kapot. Een tragedie dus, met als schuldige een rups. Wat ging er in heel Vlaanderen kapot in die kop van De Standaard? Oh, ik weet het, maar ik kan niet op het woord komen. Buskes? Nee, zo. Oh, ja. Mag ik u het nog één keer herhalen? Ik zei, ik weet het, maar ik kan niet op het woord komen. Ja? Hibuskes? Nee. Buxus? Buxus, ja. Je hebt het net op tijd gecorrigeerd. Buxus, ja. Ja, buxus. Hoezo net op tijd? Liep de tijd? En... Ja. Net op tijd. Als je zo ongeveer het juist hebt en het is nog de eerste ronde, dan doe ik meestal nog een inspanning om het eruit te... En als je er dan ook nog uitziet zoals Dalila, die dan... kan net op tijd heel lang duren. Dan mag dat een tijdje duren. Nee, buxus. Dus de jury is het eens met mijn beslissing? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, wist jij het ook, Stijn? Dat is een beetje flauw om dat nu te zeggen, maar ik wist het eigenlijk ook. Je wist het ook? Ja. Ja, dat is een beetje flauw. Ik wist niet de naam van de rups, bijvoorbeeld. Mag jij ook, heb ik de indruk? Ah, de buxusmot. Ah, de buxusmot. De buxusmot. Ja. Ik wist dat wel. Ik wist alleen niet de naam van Parkske. Ik wist het niet. Tenminste, ik kende zelfs de persoon die daar fietst. Dat is Nadine Vermeulen. Ja, maar is ze zijn uw nieuwe schoenen? Ja. Nadine. Wel, ze ooit gedacht dat ze nooit sportschoenen zou dragen. Ja. Dat zijn toch sport. Ja, Nadine ligt wel een keer. Ja, dat is... De teef. Precies. Vraag 12, Dalila. Een fles champagne kan je ontkurken door de kurk van de fles te draaien, maar het kan ook spectaculairder. We kijken. It's not about sharpness. So it's not about cutting the glass. It's just about hitting that point nice and firmly and following through. Okay. Okay? Ready, so you go one, two. Hoe noemen jullie, of hoe noemen wij, deze techniek om champagneflessen met veel show te openen? Dalila. Ja, neem je tijd, hè. Ja. Sambreren? Nee, niet sambreren. Nu ga ik strenger zijn. Stijn. Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Nee? Nee? Ik zou het wel graag eens willen doen, maar ik, ja? Nee. Nee, ik weet niet. Jens. Solderen? Nee. Nee, ik weet het niet. Nee, sabreren. Sabreren. Ja. In de buurt. Dalila was er tichtst bij. Ja. Gaan we dat ook op punten voor? Nee. Nee. Maar ze blijft gewoon aan de beurt. Dat is sabreren. Heb je het ooit al zien doen, Stijn? Zou je het kunnen? Ik heb het eens op tv gezien en dat was een vrouw. Ja? En die stond klaar met haar mes. Ja? En die snijdt en heel die fles gaat kapot. Dus bij haar was het zeker niet gelukt. Nee. Jens, champagne? Ja, lekker. Serieus, ja? Ja, absoluut. Hè. Ja. Ah, ja, je werkt voor VTM, er zal wel veel champagne zijn. Oh, mannetjes. Dat is wat anders dan hier, hè? Ja. Drinken jullie wel eens een glas champagne? Zo om te vieren of zo? Te vieren vind ik wel vroeg, maar zo rond een uur of vijf. Vraag 13, Dalila. Ik heb het nooit meegemaakt, want ik was lief en voorbeeldig. Maar hoeveel leerlingen worden in België per schoolweek definitief van school gestuurd? Wie er het dichtst bij is, wint. Hoeveel? Ja. 2700. Wacht, het is per schoolweek, hè? Oh, per schoolweek. Well, okay. Ja. Per schoolweek. Ja, maar ja, je hebt al antwoord gegeven. Oh. Ja. Ja. Stijn. Ik ga iets minder gokken dan. ik denk 52. 52. Nee, mag ik nog opnieuw iets zeggen? Nee, Stijn. Nee. Je hebt gelijk, Jens. Als je gelijk hebt, zeg ik ga voor 14. 14. Stijn is het dichtst bij, het waren 67. Doe me toch. Ja. Dalila was er het verste af. Maar ja. Ja, maar dat is per schoolweek, hè? Maar het is wel veel. Hè? Zijn jullie ooit van school gestuurd, Stijn? Ja, en dat was om 3:30 en het was ook gedaan. Ah. Jens, jij lijkt me ook wel zo iemand die misschien van school gestuurd is. Wat, van school gestuurd? Ik ben twee keer vriendelijk verzocht van niet meer terug te keren. Dat is iets helemaal anders dan... Is dat helemaal anders? Dat is van school gestuurd worden, maar vriendelijk. Ja.
Ja, en wat had hij dan misdaan? Of, Goh, ik kon gewoon niet zo goed om met zo'n autoriteit. Hè. Dus ik moest mij zo'n klimmetje... Dat ging mij niet zo goed. Dus, En wat deed je dan? Bijvoorbeeld als er dan iemand... als ik dan straf kreeg... ik heb ook nog in een college gezeten. Ja? En als ik dan straf kreeg, dan gaven ze mij 10 bladzijden. En dan bleef ik nog liever de hele nacht op om er 50 van te maken. En dan 's morgens vroeg, zo moe als iets, maar dan toch met zoveel mogelijk show, zo 50 bladzijden op de lessenaar te gooien. En dan te zeggen van, kunt je teruggeven van 50? Dat soort shenanigans. Ja. Vraag 14, Stijn. Ik ben de godfather van de reality TV in Vlaanderen. Het zijn niet mijn woorden, maar wel die van deze man. Hoe heet hij ook alweer? Spilly. Ja, echte naam Steven Spillebeen. Ja. Maar Spilly was de winnaar van de allereerste Big Brother. Hè. Ja. En dan vraag 15, laatste vraag voor deze ronde van 10 seconden. Welke bekende Nederlandse voetballer rookt zoveel dat we hem op deze foto zelfs niet onherkenbaar moeten maken? Johan Cruijff. Ja, inderdaad. Rookt heel veel. Dit was tijdens de rust van de WK-finale tegen Duitsland in 1974. Ah ja, ja. Klopt. Ik zeg je gewoon naast, hè, maar... Ah, ja. Nee, ik vind het heel straf, die foto. Het is een beetje de Nainggolan van Nederland, hè? Johan Cruijff. We gaan kijken. Bij het einde van deze ronde heeft Jens nog niet gescoord. Dat kan tactiek zijn. Dat is tactiek. Ah, oké. Okay. Is goed. Stijn 20 seconden en Dalila ook 20 seconden. Geeft deze stand 60 voor Jens, 80 voor Dalila en Stijn. We zullen zien wat het wordt na de onderbreking. Zap niet, mama, want we zijn terug. En in deze ronde krijgt iedereen één vraag waarbij 4 kernwoorden horen die elk 20 seconden kunnen opleveren. Ik mag dus zeggen dat de quiz vanaf nu echt zal knetteren. En dan bel je maar beter de brandweer of een aantal mensen die doordachte, intelligente en leerrijke vragen kunnen stellen. Dit zijn ze, Coeli en Dutch Norris, jonge mensen die kunnen zingen. Lilian, een oudere dame die kan zingen. En Zoual Demir van Limburg, dus zij kan vast en zeker ook zingen. En wie mag er kiezen? Jens. Lilian, alsjeblieft. Mooie keuze, Jens. Dit is haar vraag. Ik kan er niet om, jong. Ik ben verslaafd aan de kuif. Maar na welke mis aan plas denken mijn handen naar de loek. Maar ik zal u eens vertellen, ook die vuile stank verdraft. Als je handen bij het wassen tegen de pondak vraagt. En mag dat jouw kleer stinken of handen weer van neer. Maar dan helpt het als je zout of tandpasta opsmeert. Luister nog mijn tips. En dan kunnen misschien lekker koken voor het vrouwtje en ze bepoeten we wat ding. Weer een heerlijke huishoud hip-hop tip van tante Lilian. Misschien kun je nou zelf een goeie guacamole gaan klaarmaken. Maar welke zijn buiten loek de 4 hoofdingrediënten van een goeie guacamole? Wat zijn, behalve loek, de 4 ingrediënten van guacamole volgens Jeroen Muis? Avocado. Ja. Stop. Maar dat is... de guacamole nog niet af, denk ik. Maar, nee, ja, Stijn. Olie. Zout, peper. Peper en zout, ja. En stop. En stop. Dalila. Limoensap. Ja. Paprika. Of nee. Koriander. Koriander, zeer goed. Ja. Nee. Ik heb het gevoel, Dalila, dat jij al wel een guacamole gemaakt hebt. Dat heb ik al wel eens gedaan, ja. Ja. En Jens, volgens mij nog niet, hè? Ah, nee, ja. Nee. Hij heeft een team om voor hem te zorgen. Ja, ik weet nee, en ook de zitten van die pottekes. Dus ja, ja, dat is, ja, dat is waar. Ja, je moet dat niet komen. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Stijn, volgende vraag. Coeli en Dutch Norris of Zoual Demir? Coeli. Dit is hun vraag. It's a wake-up call. Pick up the goddamn phone. I don't believe it's enough. I gave it all, but you don't. So you're making it hard for me. You're making it hard for me. Yo. Hallo? Dag meneer, de receptie hier. Dit is uw wake-up call, hè? Waarom bellen mensen in hotels de receptie nog? Waarom bellen hotelgasten de receptie het vaakst, behalve voor wake-up calls? Room service? Ja. Het is te koud, het is te warm, lawaai bij de buren. Wacht, het is te koud, het is te warm. Ja, technische vragen over de kamer. Ja. Technische vragen. Ja. Buurlawaai. Buurlawaai? Is er niet zo'n lawaai? Nee. Lekkende kramen. Het stinkt hier. Het is top.
Nee. Jens? Om een taxidienst te bellen, nee. Om prostituees te regelen, om... Wat voor bel ik het nog allemaal? Stop. Nee, Dalila. De wifi-code? Ja, klopt. Stop. Ja. Nee, en extra benodigdheden, bijvoorbeeld een strijkijzer. Ah, bij jou prostituees? Ja. Ja, van materiële aard. En inderdaad, te warm, te koud, hoe werkt de airco bijvoorbeeld? Dus dan vandaar technische vraag over de kamer. We gaan naar de laatste vraag, die is voor Dalila. Het is een eentje van Zuhal Demir. Ik zou graag dit moment gebruiken om me te verontschuldigen voor iets dat ik in het verleden heb gezegd. Ik had dat echt niet mogen doen. Het was een ondoordachte uitspraak. Sorry. Ik had nooit in de humor mogen zeggen dat Erik van Looy mijn favoriete one-night stand was. Dat was hypothetisch, Erik. Alsjeblieft, stop met die kaarten, bloemen en de dvd's van de premier op te sturen. Ik ben gelukkig getrouwd. En als je me dan toch iets wilt opsturen, stuur mij dan een dvd van Francis Ford Coppola. Dat is pas een regisseur. Wat weet je over hem? Dat is niet waar, hè? Het is een Amerikaanse regisseur die vaak maffiafilms maakt. Zijn dochter is Sofia. Ja, klopt. Ja. Wat is een bekende film? The Godfather heeft hem geregisseerd. Ja. En heeft een Oscar gewonnen. Zeer goed gespeeld, Talia. Ja. Hij heeft verschillende Oscars gewonnen. Baronde voor The Godfather en The Godfather Part 2. Dat zijn films over de maffia. Dat is nog een derde deel ook. En Sofia Coppola, zijn dochter, is ook regisseur van The Beguiled, die nu nog in de bioscoop loopt. Goed, Francis Ford Coppola brengt ons bij deze stand. Jens, 69. Stijn, 117. En aan de leiding met 202 seconden, Dalila Hermans. De puzzelronde is elke keer opnieuw een wake-up call voor wie door het spel slentert. Want nu zijn er liefst 30 seconden te verdienen per goed antwoord. En daarvoor moet je 3 verbanden vinden tussen de woorden die zo meteen op het scherm verschijnen. Veel succes allemaal. En Jens, voor jou, eerste puzzel. IJsbeer? Ja, ijsberen. Vertigo. Zeer goed. Ramptoerist. Ramptoerist, zeer goed gepuzzeld, Jens. Ja. Je was traag gestart, maar dit is goed gespeeld, hè? Ja, het ging zeer snel. Heen en weer lopen, dat is ijsberen. Ijsberen eten zeehondjes, zijn carnivoren. Ze komen voor op de Noordpool en ja, de nieuwjaarsduik heb je ook. Dus zijn mensen die een ijsberen, een rare gewoonte eigenlijk, hè? Ja. Vertigo is een film van Hitchcock, van Alfred Hitchcock. Het betekent duizeligheid. Het is een nummer van U2 ook. En het is ook een filmmagazine, een zeer mooi en goed filmmagazine. En dan een ramptoerist die kikt op ongelukken. Het veroorzaakt kijkfiles, het is geen echte vakantieganger. En biedt meestal geen hulp. We staan vaak net in de weg voor hulpdiensten. Hè. Zijn jullie ramptoeristen, Dalila? Als er iets gebeurd is? Nee. Nee? Echt waar? Ik kan het zelfs niet zien, als ze die pijn hebben. Nee. Jens, ja? Ramptoerisme? Ramptoerisme niet, maar ik hou soms wel mensen op. Ik kijk heel graag naar regenbogen. Hè. Als er regenbogen zijn, stak ik stil. Hè. Dan ben ik weg. Hè. Serieus? Ja, tuurlijk, het zou wel zijn. Ja. Als ik, nee, maar dat meen ik echt. Ja, maar het is ook heel mooi. Regenbogen ben weg. Ik maak ik zaak van. Ja, ik snap dat. Ik vind dat ook heel mooi. Ik vind dat heel fijn dat je daar ook aandacht op vestigt nu. Er was soms te weinig stilstaan bij regenbogen. Bij regenbogen, maar dat is fantastisch. Ik heb van de week, zonder zwans, 2 regenbogen boven elkaar gezien. Mm. Ja? Dat is uitzonderlijk, hè? Ja? Ja, jullie zijn niet onder indruk, ik was dat wel. We gaan naar de volgende puzzel. Die is voor Stijn. Schulbak? Ja. Verlof zonder wedden? Penari? Ja. En dan tijdskrit nood aan het niet aan, mag niet meer voor de wereld thuis. Ja, dat is toch zo onbepaald verlof. Bepaald woord dat we zoeken. Tijdskrediet staat er al bij. Naastop. Nee, gaat de beurt naar Jens. Penitentiair verlof? Nee. Stop. Dalila? Loopbaanonderbreking. Loopbaanonderbreking, ja. Zo heet dat.
Zo heet dat in de publieke sector. In de privésector spreekt men van tijdskrediet. Nood aan wat me-time. Ik ga er wat tussenuit. Ik word toch graag betaald. Mag niet meer voor een wereldreis of zo. Vanaf 1 april 2017 mag je dat niet meer opnemen zonder een belangrijk motief. Loopbaanonderbreking. Dan schoelbakken. Dat vond je wel. Cafésport. Met schijfjes moeten schuiven in de gleuf. En het is gemaakt uit hout. En dan, als je in moeilijkheden zit, spreekt men... Je zit in de penari. Je zit erin. Een zegswijze. En het rijmt op canari. In de penari. Daar zitten jullie nu absoluut niet in. Want de scores zijn vrij hoog. Hè? Goed. Nog één puzzel te gaan. Die is voor Dalila. Housewarming? Ja. Keramiek? Terracotta? Ja, dat is goed. Een paard. Een hobbelpaard? Nee, een... een stokpaard. Stokpaard, ja. Geduldig gepuzzeld, goed gespeeld. Een hobbelpaard bestaat ook, dus ook speelgoed voor kinderen. Maar ja. Dat is natuurlijk geen, niet iemands favoriete onderwerp, hè? Nee. Mijn hobbelpaard. Mijn stokpaardje is... het is een steel met dierenkop die tussen de benen zit. En dan terracotta, dat is gebakken klei. Er is ook een bekend terracotta-leger in China met terracotta-figuren. En bloempotten van rood-oranje, van die rood-oranje bloempotten, dat is ook terracotta. En dan housewarming, feestjes. Als er een nieuw huis is, een Engelse term voor soort inhuldiging. Nee. Heb jij dat wel eens gedaan, housewarming party? Ja, voor ons huis moeten we nog altijd doen. Ah, okay. We wonen intussen wel al bijna 3 jaar. Maar... 3 jaar, oké. Okay. Ja, maar dat is nog niet... Kan nog, hè? Ja, dat kan nog. Ja. Heb je veel vrienden die dan... Moet je dan veel mensen uitnodigen? Of, ja. Serieus? Hoeveel? Ja, veel vrienden, veel familie. Het zou druk zijn. Dus daarom dat je het nog niet, dat je gewoon niet gedaan hebt? Of, ik denk het. Nee. Jens, housewarming? Ja. Hey, ik zit in dezelfde situatie. Ik moet er ook nog eentje geven, maar ik woon er wel nog maar een maand of twee. Dus... Ah, oké. Okay. Je hebt tijd. Ik heb nog even... Ja. Nee, Stijn, housewarming? Nee, ik zit in dezelfde situatie. Alleen ik ga dat nooit doen. Omdat in principe, je huis is helemaal klaar en alles ligt proper. Ja. En dan komen er zo wat zatte figuren je huis terug kapot maken. Ja. Ja. Speelgoed. Wat was jullie favoriete speelgoed als kind? Boule de Berlin. Daar speel ik heel graag mee. Nee, wat was jullie favoriete speelgoed? Ik had geen favoriet speelgoed, maar ik weet wel veel over zebra's. Ja? Ik heb net een artikel over zebra's gelezen. En ik weet nu het antwoord op de vraag of een zebra een zwart paard is met witte strepen. Of een wit paard, dan wel een wit paard met zwarte strepen. Ja. Vraag die veel mensen zich vaak stellen. Ja. Het is een zwart paard met witte strepen, want als foetus in de buik van de zebrapaardmama is het zwart. En daarna komen er witte strepen. Dus het is een zwart paard met witte strepen. Voilà. Volgende vraag. Einde van deze ronde. We gaan kijken. Jens staat op 135, Stijn op 139. En aan de leiding nog steeds met 279 seconden nu, Dalila Hermans. Welkom bij de housewarming van onze fotoronde, waarin je doodeenvoudig moet zeggen wie of wat je ziet op 10 foto's of tekeningen. Het levert nog iets op ook, meer bepaald 15 seconden per goed antwoord. Jens, je kent het systeem. Dit is de eerste fotoronde. Lightsaber? Ja. Een toverstaf? Zeer goed. Een kettingzaag? Ja. Een bijl? Ja. Een dubbel? Een samurai zwaard? Zeer goed. Ja. Een hamer? Ja. Een pijl en boog? Ja. Een drietand? Ja. Een lasso? Een zweep? Zweep, ja. Een katapult? Ja. Ongelooflijk. Zo goed in wapens. Ik hoop dat de staatsveiligheid meekijkt. het is wel straf. Ja. Stijn, wist jij het ook allemaal? Ik zal er misschien 8 gaan hebben of zo. Ah, ja, dat is wel eerlijk. Ja. 10 op 10, dat komt niet zo vaak voor. Of dat straks naar mijn loge mijn lightsaber zit. Het is effectief een mooi hoor. Echt. Hebben jullie een favoriet wapen, Jens?
Een favoriet wapen. Ja, precies. Oh, dat is zo'n moeilijke keuze. Ja? Kruisraket. Kruisraket. Ja. En ook vernoemd naar het gebak. Of het is een gebak vernoemd naar de kruisraket. Hè. Is dat zo? Ja, dat is echt waar. Dus dat is een soort van eclair, iets langer. Maar ook nog eens met suikerbelegd en crème fraîche op het eind. De kruisraket. Dat is echt waar? Van? Ja, dat is echt waar. Kruisraketje. Is om te sneukelen? Ja. Nee, hebben jullie ervan gehoord al van een kruisraket? Nee, maar ik ben wel benieuwd geworden van de kruisraket. Ja. En waar je dat kunt vinden. Ook. Ja. Bak reageert bij ons in Torp. Dus, En wat is bij jou in Torp? Dat is Moon. Enfin, dat was het Moon. Ja. Moon, ja. Heb jij een favoriet wapen, Stijn? Nee, maar in diezelfde sfeer, een mitraïd. Ah ja, ja. Dat staat ook, hè? Ja. Zo brood met frieten en dan worsten erop, denk ik. Nou, dat lekker, is, mitraïd. Dat vind ik ook heel lekker, ja. Dalila, mitraïd. Dat is ook lekker, ja. Ja, serieus. Heb jij een favoriet wapen? Nee. De pen. Ah, hier. Ja. Ja, maar ja. Dat is waar. Poëtisch. Hey. Poëtisch en ja. Ja. Dat vind ik het is alleen mooi. Jammer dat ze niet voor het opteken is. Ik was ook aan het denken. Anders was ik helemaal vertrokken. Nee, hebben jullie een favoriet wapen? Ik zou mijn rechterhand gebruiken, maar in plaats van daar een vuist van te maken, of een wapen in vast te houden, Erik, ik zou mijn hand openen. Oh. Ik zou die hand uitsteken aan mijn vijand en ik zou zeggen van kijk, we kunnen elkaar fysiek pijnen, maar we zouden elkaar ook de hand kunnen geven en proberen een dialoog en wederzijdse verstandhouding samen tot een oplossing te komen. Ja. En als hij dan de hand neemt, naar mijn linkerhand een breekmes, tjak, hop, als je het niet meer verwacht, en dan de luchtpijp eigenlijk naar voor doorsnijden. Als je het goed doet, heb je ook de kransslagader. Ja. En dan moet je nog een duw geven, omdat je anders te veel bloed op je krijgt. En zo zou ik een conflict eigenlijk oplossen. Ja. Ja. En ik zou, doe eens terug, dus je valt mij dan aan met het breekmes. Aan. Ja. Het breekmes, ik zou vlak voor het mes mij raakt, mij draaien en zeggen van... Is dat nu een mes of een fles? Dan kijk ik naar het mes. Verwarrend. We gaan naar de volgende fotoronde. En die is voor Stijn. Pas. Jan Keulemans. Ja. Ja, dus de rolstoelatleet, pas. Stefan Hertmans. Heel goed. Sabine Hagedoren. Nee. Sabine Appelmans. Ja. Beter. Herman Schuurmans. Ja. Dat is Jo Leemans. Ja. Dat is de kunstenaar... Ja, pas. Toet Stielemans. Ja. Mark Thijsmans. Thijsmans, ja. Je hebt er 7 gewonnen, is goed gespeeld. Ja. Ja. En Jens mag als eerste aanvullen. Warre Borgmans en Luc Teumans, toch? Klopt, ja. Dat zijn er nog 2. Er blijft nog 1 over. Dalila. Pas, stop. Nee, we gaan eens kijken. Dat is allemaal met Mans, hè. Dat was nu wel duidelijk. Enfin, bij Sabine Haagdoren was dat nog niet duidelijk, maar... maar we gaan kijken. Eerst is Warre Borgmans, acteur. Jan Keulemans, ex-voetballer. Dan Mark Hermans. Ja. Die vergaat jullie, of ik kwam er niet op. Ja, het straffe was eigenlijk dat ik zelfs tot het einde niet door had dat het allemaal Mans was. Nee, ja. Ik ook niet. Ik zat niet... Oeh. Nee, ik had het nog niet. Nee. Zo geconcentreerd op het spel. Enfin, zo weinig geconcentreerd. Ja. Ik zit maar met die kruisraket in mijn hoofd. Ja. In mijn nek. Ja. Dan Stefan Hertmans, schrijver van onder andere Oorlog en Terpentijn, veelbetoonde roman. Sabine Appelmans, Herman Schuurmans, oprichter van Rock Werchter, nu nog altijd concertpromoter bij Live Nation. Dan Jo Leemans, Luc Tuijmans, de kunstenaar. Toet Stielemans, muzikant en Mark Thijsmans, die we ook kennen als Pasmans uit Flikken. Dalila Hermans, had ook nog gekund. Hè? Ja, mooi, hè? Mooie naam. Dat is allemaal Mans. Ja, het zijn... We gaan naar de laatste fotoronde en die is voor Dalila. Doe. Ja. Wilrijk. Ja. Bierbeek. Ja. Aarschot. Aarschot. kijk.
Kokzijde. Ja. Landen. Ja. Lichtaard. Ja. Okselaar. Wat zei je? Okselaar. Okselaar, ja, zeer goed. Oké. Koning Filip. Philips. Filip, koning. Koning Filip. Stop. Pas. Ja. Zoutleeuw. Zoutleeuw, 9 op 10. Zeer goed. Het was nogthans niet eenvoudig, maar je haalt 9 op 10. En Stijn mag als eerste aanvullen. Stop. Je stopt. Jens. Filip Viel, stop. Filip Viel, nee. Nee, dat is wel een goede gok. Maar nee. We gaan kijken. Het waren allemaal rebus gemeente. Doel was de eerste. Dan je ziet Wiltura en veel geld. Dus dat is Wilrijk. Dan Bierbeek. Je ziet bier en een beek. Aarschot. Dat moet ik niet uitleggen. Dan Kokzijde. Het is wel meer een S, maar ja, creatieve vrijheid. Dan Landen, zie je. Dan een dorp in de Antwerpse Kempen. Lichtaard. Dan Okselaar. Pst, waar ligt dat? Dat is een gehucht in Scherpenheuvel-Zichem, in Vlaams-Brabant. Wel, dat is niet meer Okselhaar, hè. Dat is Okselaar. Okselaar, okay. Ja, maar... En dan, ja, Vorst. Ach. Ah, ja. 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 Dat is goed gevonden, hè. Ja. Enfin, niet gevonden. Ja, maar... En dan uiteindelijk Zoutleeuw. Dat brengt ons bij het einde van deze ronde. Stijn staat op 197, Jens op 285, Dalila op 353. Het wordt spannend, vast en zeker, na de onderbreking. Ook vandaag zal de filmpjesronde beslissen wie straks wint en wie in de penarie zit. Alles is dus nog mogelijk. Slechts één ding is zeker. Na deze ronde kennen we de winnaar. Hij of zij wordt voor minstens één dag de slimste kruisraket ter wereld. Stijn, misschien ben jij dat. Kan nog qua score. Dit is het eerste fragment. Eén trap rechts. Eén stik half rechts. Eén trap rechts. En één stik half rechts. Eén trap rechts. En één stik af. Alarm, alarm. Iedereen op zijn post. Ja, meneer Stok. Wat scheelt er? Kapitein, we hadden nagenoeg status quo in de ruimte. En een indringer die zich niet wenst te identificeren na de ruimteschip met een snelheid van meer dan 4 miljard lampjaren per seconde. Oei, 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 daar zal ik mij mogen haasten. Maar afaan, kapitein, je mag nog haasten zoveel je wil. Met die homedrenner van je komen nog geen centimeter verder. Maar Stok, ik moet mij toch haasten om mijn conditie op mij te krijgen. Ja, als de vijand komt, moet de kapitein toch zijn mannetje kunnen staan. Ja, wat willen we hierover weten, Stijn? Eddie Wally in space. Eddie Wally, Eddie Wally? Ja. Herzelen. Ja, Wendy van Wanten. Ja. Dat is uit Studio Kafka. Iets, nee. Lava. Klopt, ja. Lava. En was op een televisieprogramma op ja. 1. Kamagurka was de man daarachter wel. Ja. Stop. Wat zoeken we nog, Jens? Oh, mannetjes toch. Zat Herman Brussel? Stop. Nee. Dalila. Star Trek? Ja, Star Trek. Het was een Percy Pagel. Ja. Absurd tv-programma van Kamagurka en Herzelen. En een van de dingen die daarin zien was Wally in Space, een persiflage op Star Trek. Dat heeft Dalila nog gevonden. We gaan kijken naar de nieuwe stand. 276 voor Jens en Stijn, 403 voor Dalila. En het volgende filmpje is voor Jens. Die man had een verblijfsvergunning uit Spanje. En die mocht dus vrij ons land in. Die moet zich pas na 3 maanden bij de lokale overheid aangeven. Niettemin heeft men zijn aanwezigheid zeer snel opgemerkt. Jens, wat weet je hierover? Aanslagen in Barcelona. Ja, Barcelona. De Rambla. Ja, Rambla. Zagen minister Geens. Ja, Koen Geens. En daar heeft iemand ingereden op een... Ik ga stoppen. Je gaat stoppen. Dan gaat de beurt naar Stijn. Koning Filip. Filip de Vierde. Ja, hoe zeg je... De koning van Spanje. Ja, koning Felipe. Ja, koning Felipe. Het goed. Ja. En stop. Nee. Dalila. Stop. Nee, koningin Letizia.
die zagen we ook nog. En het waren de tragische aanslagen op de Ramblas. Minister van Justitie Koen Geens sprak over de imam die daar ook bij betrokken was. En die ook gestorven is. Eén fragment voor het einde is dit de stand. 307 voor Stijn, 321 voor Jens en 403 voor Dalila. En Dalila heeft nog een fragment te goed. Wat willen we hierover weten, Dalila? Ach, is er iets? Ik weet niet, Greg van Avermaat. Ik weet echt niks over wielrennen. Het is een wielerwedstrijd, WK wielrennen. Ik weet er echt niks over. Nee, ik weet het gewoon zelfs niet. De Ronde van Vlaanderen. Ja, klopt. Stop. Stopt. Dan gaat de beurt naar Stijn, die nog kan winnen. Philippe Gilbert. Ja. Dat was vorig jaar, of dit jaar, 2017. Ja. Lefevre start in Antwerpen. Ja. Stop. Er blijven nog 50 seconden over. Mogelijk voor Jens. Mogelijk voor Jens. Stop. Ja. Nee. Quickstep, de ploeg van Philippe Gilbert en van ploegleider Patrick Lefevre. We gaan kijken naar de eindstand. Jens, 317. Stijn, 384. En toch weer de slimste mens, 389 seconden, Dalila Hermans. Wat een geluk voor jou dat je nog Ronde van Vlaanderen zei. Ja. Anders was het niet gelukt. Alle chance, ja. Ja, nee. Ja nee, het was zeer spannend. Het is goed verlopen, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, ik ben blij. Vreemd. Ja, oké. Nee, ik ben blij. En je komt morgen terug. Ja. Dat is fijn. Dan speel je tegen Jens of Stijn. Het zal spannend worden in die finale, denk ik. Ja, spannend weer. Ja. Wie wil je terugzien? Alle, het maakt niet uit. Ja. Eén van de twee graag. Nee. Maar als je nu echt moet kiezen... Ja. Ja. Heb je niks beloofd als het goed ging? Oh, nee. Wat? Nee, maar zing jij iets en ik zal invallen dan. Serieus, ja? Ja. Echt waar? Wel dan. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een goede deal, ja. Ha, 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 ha. Staying alive, staying alive. Maar dat is toch fantastisch gezongen? Vier afleveringen moeten we daarop wachten om te zien hoe je fantastisch kunt zingen. Ja. Zegt nu mijn man dat hij er niks van kent. Ja. Ik zal het zeggen. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Ik heb gezocht naar een spreuk om mee te geven aan Jens en Stijn om daarmee naar de finale te gaan. Confucius, de filosoof, die heeft ooit gezegd: een wijs persoon is als een broek tijdens het toiletbezoek. Het is cruciaal om u op het juiste moment te laten zakken. Ja. We zullen zien wat het wordt in de finale. Je moet de tijd van de ander op nul krijgen. Dat doe je door goede antwoorden te geven. Want per goed antwoord gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. En de vraag gaat telkens eerst aan de kandidaat met het minste seconde roept. Die stop, dan gaat de beurt naar de volgende. En we zoeken altijd 5 antwoorden, 5 trefwoorden. Jens staat op 317, Stijn op 384. Het waren hoge scores. Het zal een lange, spannende finale worden. Jens, bellen achter het stuur. We doen het nog altijd veel te vaak. Als wie belt, nemen de meeste mensen zeker op, ook al zitten ze dus in de wagen achter het stuur. Een baas. Een baas. Een partner. Partner. Een broer of zus. Een ouders. Ouders, ja. Een dokter. Een kinesist. Een... stop. Je stopt, dan gaat de beurt naar Stijn. Beste vriend, dokter, politie, stop. Nee, kinderen. Ah, ja. Dat is vreemd, dat jullie daar niet aan dachten. En dan klant, als het een belangrijke klant is. Ja. Jens staat op 304, Stijn op 321.
Hier komt de volgende vraag. Wat weet je over Mozes, Jens? Mozes. Charles met de baard, over water lopen, zeesplijten. Zeesplitsen, ja. Mozes, ja, van wat was het naam? Van... Het was ergens in de woestijn, hè? Maar wat woestijn, hè? Het was, was dat geen... Mozes, ja. Mozes, zeg. Mozes. Ah ja, de Nijl. Ja. Gaston. Je stopt, ja. Ja, je wist bijna alles over Mozes, maar ja, niet wat bezocht. Nee, Stijn. Oude Testament, terugkeer van Egypte. Egypte. Oh ja, Nijl. Ja. Het Jood, ze was een Jood ook. De tafelen, ja. De tafelen, de berg. Mozes en de berg en de tafelen, nee. Ja. Dus de wetten eigenlijk, de twee stenen tafelen, dus de stop. Je stopt, ja, de tien geboden. Ja, de tien geboden. Die tafel, ja, 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 ja. Er waren er tien, dan moet ik wel tien. Maar kan je niet terug aanvullen, nee. Is... Nee, nee, een mandje. Ja, ze hebben een mandje gelegd op de Nijl en zo werd hij ontdekt door de dochter van de farao. En dan Sinai-woestijn. Woestijn had hij gevonden, maar meer bepaald de Sinai-woestijn. Daar liep hij 40 jaar door met zijn volk, de Israëlieten, op weg naar het beloofde land. Dat was moeilijk blijkbaar, maar... Sorry, hè. Ja, niet erg. Mozes, ja. Ja, lang geleden, hè. Ja. 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 Jens, 256, Stijn, 280. Jens, welke landen moeten bang zijn als Kim Jong-un nog eens met raketten speelt? Welke vijf landen liggen met andere woorden het dichtst bij Noord-Korea? Japan. Ja. Ja, Zuid-Korea. Ja. China. Ja. Stop. Je stopt. Stijn. Stop. Rusland. Dat is een groot land dat eraan grenst. En Mongolië. Ja. 219, 251. Stijn. Hij voetbalt als de beste, maar wat weet je nog over Dries Mertens? Napels. Ja. Katrien Kerkhoffs. Klopt, ja. Klein manneke, komt van Leuven. Ja. Hij is van Leuven ook. Goeie topscorer in Italië, genomineerd voor de gouden bal. Ja. En stop. En je stopt, je gaat de beurt naar Jens. Stop. Aanvaller. Topscorer, maar ja. Spits. Je kunt ook als middenvelder topscorer zijn. Dus aanvaller zochten we nog. Jens staat op 170 en Stijn op 205. Jens, pensioensparen. Dat doen bazen vaak voor hun werknemers. Maar wat zijn de vijf andere meest gegeven extra legale voordelen? Bedrijfswagen. Nee. Een ziekteverzekering. Een dwergkonijn. Stop. Nee. Stijn. Dat kon zijn, hè. Ja. Familiaalverzekering, maaltijdchecks. Maaltijdchecks, ja. Stop. Nee, ziekteverzekering zat je dichtbij. Hospitalisatieverzekering. Ah, ja. Dat is nog iets anders. Hè. Groepsverzekering, ecochecks en gsm. Jens, 141, Stijn, 201. Jens, wat weet je over Jelle Kleijmans? Grote mond. Musicalster. Spring. Spring, acteur. Ja. Ja, Vlaams acteur. Clara, zijn zus. Ja, klopt. Stop. Stijn. Zit mee in Thuis? Ja, klopt. Stop. En zanger, hè? Hij heeft ook een aantal solo-albums. Ja, daar kunnen we over discussiëren. Ik vind dat niet... Allee, fijn. Wat? Nee, nee. Het is een goede zanger. Ja. Ken hem? Goede zanger. In zijn genre. In zijn genre, ja. Jens, 110. Stijn, 139. Jens, wat weet je nog over Keizer? Julius. Ja. Het was een Romeins keizer. Van Rome, ja. Hij is vermoord door... Vermoord. Brutus. Brutus, ook goed. Stop. Nee, stopt. Dus goed gespeeld. We zoeken er nog één antwoord, Stijn. Keizer. In de eerste eeuw voor Christus. 50 voor Christus ongeveer. De Belgen zijn de dappers onder alle Galliërs. Stop. Heeft hij gezegd. Het was lang samen met Cleopatra, koningin van Egypte. Stijn staat op 50, Jens op 99. Dat betekent, Stijn, dat je vijf antwoorden nodig hebt om Jens naar huis te spelen. Het kan de laatste vraag zijn, maar het is niet eenvoudig. Wat weet je nog over de slag bij Trafalgar? Trafalgar Square in Londen. Nelson. Ja, klopt. Zeeslag. Zeeslag. Engeland tegen Frankrijk. Ja. Stop. Je stopt. Dan gaat de beurt naar Jens. Goh, zeeslag. Dus dat was iets met... Boten, neem ik aan. Mm. Dus schepen. Ja. Kanonnen waren er ook bij betrokken, heb ik gehoord. Trafalgar. Dat was dus de...
Engelsen tegen de... Kom er niet op, stop. Tegen de Franse Napoleon speelde er een voorname rol in. Het was de 19e eeuw en Trafalgar ligt eigenlijk in Spanje, hè, onder Gibraltar. Tactisch wel goed gespeeld, Jens. Je hebt je laten zakken. Je moet wel drie goede antwoorden vinden. En dan speel je Stijn naar huis. Wie is, of wat weet je, of wat willen wij weten, over Bruce Willis? Het is een acteur. Ja. Hij is kaal. Ja. Pulp Fiction. Ja. Bruce Willis. Oscar gewonnen. Nee. Het is een Amerikaan. Het is een Amerikaan, het is gebeurd. Pulp Fiction, daar speelde hij ook in mee, maar vooral ook in Die Hard. Hij heeft verschillende Die Hard films gemaakt en was lang samen met... Ah, ja. Allee, die van VRT van het nieuws. Nee, met Demi Moore was hij 13 jaar samen. Toen liep het fout. Stijn. Ja, spijtig. Maar ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik kon niet meer. Ja, ja, je had een hoge score, 384 is hoog. Maar Dalila had net 5 seconden meer, denk ik. Je hebt straks in het gewone spel. Ja, ja, dat is goed gedaan. Had je eigenlijk misschien nog iets langer naar Quickstep moeten zoeken. En dan, ja, ja, dat is waar. Maar achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen. Ik weet het, ja. Ja. Maar ja, nee, ze hebben dat goed gedaan. En ik kan alleen maar gefeliciteerd zeggen tegen de anderen. Dat wel. Ja, het zijn twee sterke spelers waar je tegenkomt. Maar het is wel opvallend, want het is, vorig jaar was het ook iemand die topfavoriet was, die kwam en die er dan de eerste keer uitlag. Het is geen schande, hè? Je hebt goed gespeeld. Hè? Nee, wel ja. Maar... Ik moet wel die maaltijd van Siska nog binnenkrijgen. Ik ga daar allemaal op liggen. Ja. Wel, daar was ik me vooral zorgen over aan het maken. Ja. Nog steeds trouwens. Maar goed, ik zal het laten weten. Ja, ik ga je naar huis sturen. Moet wel. Ja. Maar wel met een geweldig applaus. Stijn van de Voorde. En Jens, dat was zeer goed gespeeld. En daardoor zien we je morgen terug. Veilig hopen. Ik zal een keer moeten kijken. Ja, dat is goed. We gaan er vanuit van wel. Hè. Morgen opnieuw een aflevering van De Slimste Mens ter Wereld. En daarin nemen Dalila Hermans en Jens de Donker het op tegen een professor. Niet Zonnebloem of Barabbas, maar Magali Rodriguez Garcia. Dank voor het kijken. Tot morgen.